Ik woon hier heerlijk in mijn appartementje in Deurne. Ik heb de winkel bij de hand en ben direct in het centrum. Ik heb het hier heel goed naar mijn zin. Een eigen huis, een plek onder de zon. Hallo, ik ben Francine, 72 jaar. Ik heb een dochter en een zoon en een kleindochter en een kleinzoon. En ik heb af en toe hartritmestoornissen. Daar heb ik nu al ruim 15 jaar last van. Soms gaat het goed, soms gaat het fout. En dan is het weer een ritje ziekenhuis. Soms denken mensen dat ze een hartritmestoornis hebben. Maar dat duurt maar heel even. En dan is het meestal toch alleen maar hartkloppingen. Maar als ze eenmaal een hartritmestoornis gehad hebben, dan weten ze het verschil wel tussen een hartritmestoornis en hartkloppingen. De eerste keer dat ik mijn hartritmestoornis kreeg. Pas als de eerste keer, het klikte zomaar weer. Vergeet ik eigenlijk nooit meer. Ik lag op de bank te slapen, werd wakker. Ik denk, nou ga toch maar in je bed liggen, want ik voelde me niet lekker. En na een uurtje denk ik, oh, daar moet ik niet alleen de nacht mee ingaan. Heb ik mijn huisdokter gebeld. Die heeft me direct naar het ziekenhuis gestuurd, want ik had een hartslag van over de 200. Daar hebben ze een cardioversie gedaan. En een dag later kon ik weer naar huis. Een cardioversie, dat wil zeggen dat je een elektroschok krijgt. En daardoor komt je hart weer in het goede ritme. Er is helemaal niks om bang voor te zijn. Je voelt er niks van, want ze brengen je onder een lichte narcose. En je slaapt lekker als dat gebeurt. En als je bijkomt, ben je weer helemaal als nieuw. Ik woon hier heerlijk in mijn appartementje in Deurne. Ik heb de winkel bij de hand en ben direct in het centrum. Ik heb het hier heel goed naar mijn zin. Dit is de voorkant en aan de achterkant heb ik een heerlijke tuin. Ik hoop dat jullie er allemaal wat aan gehad hebben.